is the key for their successful collaboration. Mutual respect, the glue for their friendship. Joining forces with the next artist resulted in cutting-edge hard style. Yo, dit is Brenna Hart vanuit de studio. Ik heb eindelijk met Willem samen tijd gevonden om eens een keertje een track te maken. De afgelopen dagen hebben we lekker iets nieuws zitten bouwen. En het is wel grappig eigenlijk hoe ik Willem heb leren kennen. Vanaf dag 1 bij Scantrax heb ik best wel goed contact gehad. Ik kan me de dag nog herinneren dat ik bij DOF was. En op het bureaublad bij DOF stond een nieuwe track van The Sacrifice. En waar die track luisterde, dacht ik zo, die is zo ontzettend dik. Daar ga ik ook iets mee doen met de piano. Dus mijn reactie daarop was, G5X met een piano-breakje en zo. Ik heb het ook later tegen Willem verteld. Maar weet je eigenlijk wel dat die track gewoon, dat is mij enorm geïnspireerd heeft. Dus we hebben eigenlijk door de jaren heen elkaar altijd op de hoogte gehouden. En ook remixen voor elkaar gedaan. Hij heeft onder andere Mia Processor remix en ik heb dan een remix van hem gemaakt. Ja, het is ontzettend vet om hem ook zo door de jaren heen, als we heel snel gegaan. Vanaf 4 jaar tijd, toen staat hij op zijn eigen exclusive. Dus het was voor mij ook echt een eer om daar deel van uit te maken. Get ready for Headhunters and Brenna Hart. The style evolves until it has reached a point of perfection. Yeah, something fresh, something new. You know what you gotta do right now. Headhunters, Mr. Brenna Hart. Thank you.
Lose it. Close your eyes. Put your hands together.